Hey, hallo, welkom op mijn videokanaal. Een zinderende stilte hier in dit natuurgebied Battenbroek Rivierenland dichtbij Mechelen. Kan dat wel een volledige stilte hier in de natuur? Dat zie je in deze video. Zo, ik ben blij dat je bent blijven afstemmen op mijn videokanaal Samen op weg met Eddy. Je ziet het achter mij daar, die glazen kubus. Dat is eigenlijk waar je kan gaan in plaats nemen en de volledige stilte krijgt hier in dit natuurgebied Rivierenland aan het Zennegat in Mechelen. Ik laat u zo dadelijk meegenieten van die glazen kubus. Je kan er een stukje muziek in afspelen, maar je kan ook de muziek zelf afzetten, op een bankje gaan zitten en rustig genieten van het natuurgebied hier. Uiteraard vandaag niet, want het is heel mistig, maar andere dagen zal het weliswaar de moeite zijn om daarin plaats te nemen en enkele minuten of misschien wel een uurtje de rust te nemen. Ik zou zeggen, geniet van deze video en ik zie jullie straks terug en dan ben ik benieuwd wat jullie ervan vinden. We vieren eigenlijk dit jaar de stilte. Elk jaar hebben we voortaan een bepaald thema voor onze feesten en voor ons cultuuraanbod. En dit jaar is dat de stilte, een beetje misschien een opvallende keuze. Want feest is meestal lawaai, muziek, beleving. Maar de stiltebeleving is ook heel mooi. En daarom dat we allerlei initiatieven nemen, waaronder vandaag een kunstwerk in de Mechelse natuur waar mensen de stilte kunnen beleven. Het kunstwerk heet Shell, is ook al op andere plekken geweest, maar ik denk dat dit toch wel een van de mooiste plekken is om het te plaatsen. Er is binnen een beetje muziek van de artiesten, maar het is eigenlijk vooral een plek om echt tot jezelf te komen, tot rust te komen, van de stilte te genieten. En dus je wordt helemaal, geen omgevingslawaai, geen geluid en denk ik een heel mooie plek om naar de Mechelse natuur te kijken en te genieten van de stilte. Denk je dat dit de stilste plek in Mechelen is? Ik denk op dit ogenblik wel, want we hebben heel veel natuur dicht bij onze stad. Dat is een ongelofelijke troef. Maar zelfs in onze natuur hoor je wel dingen. Hè? Hoor je wel eens het verkeer of ander omgevingsgeluid. En dat ga je hier niet hebben. En dus ik denk dat je op die manier dat mensen nog meer de kracht van stilte kunnen ontdekken. Een kracht die we denk ik de voorbije tijd ook een beetje noodgedwongen hebben herontdekt door de coronatijd. Hè? Waar we vaak, toch vaker dan voorheen, de natuur en de stilte hebben kunnen opzoeken.
Nu, de zinderende stilte houdt meer in dan die kubus. Vertel eens, wat is er nog allemaal in Mechelen te beleven? Ja, we hebben al een aantal zaken georganiseerd tijdens Mechelen Houd Je Warm, tijdens ons winterprogramma. Een heel mooi aanbod van klassieke muziek. Er komt ook een symposium aan. Er is nu dit installatiekunstwerk. Het cultuurcentrum zal een aantal optredens organiseren rond stilte. Dus er komt nog heel veel aan. En ik kan nog niet verklappen wat, maar stilte zal ook een plek krijgen op Maroc. Ja. Een stille Maanrok. Geen stille Maanrok, maar wel een stille plek op Maanrok. Dat zit onder andere in de pijplijn. En dat is een beetje hoe we de zaken nu aanpakken. Telkens de zomer en de winter. Een bepaald thema. Feesten met een boodschap. Nu is dat stilte. Voorheen was dat het torenjaar. En er komen nog twee andere thema's aan. Gender, de gelijkheid tussen man en vrouw. En het laatste jaar, in 2024, zullen we Europa vieren. Dus er staan nog heel veel op de planning wat feesten en cultuur betreft. Zo kennen we die Mechelen. Er is altijd veel te beleven. En ik vind het ook wel leuk dat we dat eigenlijk doen met een boodschap. En ik denk dat stilte eigenlijk ook een heel mooi verhaal is. En eigenlijk goed gekozen, denk ik, tijdens, na corona. Soms zijn we de stilte beu, maar tegelijkertijd hebben we ook wel de kracht ervan ontdekt. Oké, bedankt. Alsjeblieft. Zo, hier gaan we dan deze vlog beëindigen. Je ziet hem hier achter mij, de glazen kubus. Dat is waar we eigenlijk voor kwamen. De zinderende stilte hier in dit natuurgebied in Mechelen, die kan je daar terugvinden. Heb je een reactie op deze video? Onderaan de beschrijving kan je dat uiteraard altijd kwijt. Ik zou zeggen, blijf mijn kanaal volgen. Klik zeker op abonneren en daarna op het belletje. Dat is heel belangrijk, want dan mis je geen enkele video van mij. Bedankt om te kijken en graag tot een volgende keer. Ciao!